twijfel jij wel eens wat jij moet bestellen bij ons? Evelien had daar volgens mij ook last van, maar zij is eruit gekomen en ik laat jullie zien hoe ze dat heeft gedaan. Zij bestelt namelijk mega veel en ik ga jullie uitleggen wat zij besteld heeft. Ik begin met één keer deze Sour Mystery Mix en deze is maar liefst een hele dikke vette kilo. Dan heeft ze ook nog één keer de leftovers besteld en hier zitten dus allemaal leftovertjes in van mixen die we maken. En dan maken wij dus een nieuwe mix in, die iets goedkoper is. En als je van aardbei houdt, dan moet jij natuurlijk de strawberry mix hebben. En daar heeft Evelien een halve kilo van besteld. Maar natuurlijk ouderwetse dropjes. Dat kan ook bij ons. En wij hebben de Salty Mystery Drop Mix. En hier zitten dus alleen maar zoute dropjes in, zoals je kunt zien. Daarnaast hebben wij ook Zweedse snoepjes met deze Extreme Salty Skulls. En deze past heel goed bij de Salty Mystery Drop Mix. En dan ook nog deze Double Flavored Raspberry Skulls. En dit is ook een dropsmaak. Maar dan ook met een raspberry kant. En deze komt er ook uit Zweden. Dan nog een zakje Rebels. De Salmiak Powderballs. Na allemaal zoet en zure snoepjes moet natuurlijk ook een beetje pittig snoep. Met deze Chili Peppers. En deze zijn echt knettertjes scherp. De Cola Cherry Bottles. En de Sour Raspberry Slices. Dan nog deze zure matjes Mango Flavored. En omdat ze zo onwijs veel bestelt, krijgt ze deze Nerds Rainbow van ons. Bedankt voor je bestelling.